Yogas, goed, je kijkt naar een gloednieuwe video. We zijn weer terug met de Weekly Rivas. En dit is niet het team waarmee ik het heb gedaan. De Weekly, ik heb gespeeld wel met Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo die gaat nu, zeg ik echt voor het echie. Die man gaat nooit meer uit mijn team. Tenzij ik Prime Moment Eusebio kan halen, dan gaat hij wel uit mijn team. Maar ja, Prime Moment Eusebio, die heb ik natuurlijk in de E-Divisie gebruikt. Die man is echt de beste kat in de game. En daarna is het gewoon tot die Cristiano Ronaldo. Ja, dat is gewoon heel... Ik moet zeggen, Prime N9 viel me een beetje tegen. Ik had hem iets beter verwacht. Prime Moment Eusebio is echt verreweg de beste speler van de game. Maar daarnaast, dit is het team eigenlijk ook wel maken. Maar dan zou ik de Dembele moeten verkopen. Maar die is gezakt doordat Barcelona gelijk heeft gespeeld. Dus ik had ook Militao. Dus ik durfde het gokje niet te nemen gisteren. Dus ik had hem op tijd verkocht voor 700k. En nu is hij nog maar 500k of zo. Dus ja, dat heeft wel goed uitgepakt. Dus ik hoop dat ik dit team uiteindelijk kan maken. Ik denk het niet. Ik denk niet dat ik het team kan maken. Maar we gaan in ieder geval poging wagen. En hopelijk packen we iets. Of ik moet hem uit de... Hoe noem je het? Zo'n 86 upgrade pack hebben we ook nog. Dus die kan ik ook nog maken. Dus hopelijk krijgen we Mbappé eruit. En kunnen we dit maken. Want Hazard is iets te hoog reden. Want je mag maar 60 reden. En ik wil ook... Ja, je zou zeggen 4 icons. Dat mag niet. Dat mag ook nog niet. Maar van het zag gaat eruit voor Dink Laurie of zo. Maar in ieder geval. We gaan snel door. Naar de Weekly Rivas. Dus let's go. Natuurlijk is het de Fischer Rivas. Volgens mij gewoon rang 3. Ja, gewoon rang 3. En dan gaan we gewoon meteen heel snel door naar de Weekly Rivas. Want er moet gewoon een keertje iets lekkers gepakt worden. Elite 1, 29-1. Ik begon een beetje laat met spelen. We waren een beetje druk. Natuurlijk. Maar we gaan gewoon wat lekkers pakken, man. Rode kaartjes maakt me helemaal niks uit. Om heel eerlijk te zijn. Rode kaartjes maakt me helemaal niks uit. Team van de week is niet geweldig. Aubameyang zou lekker zijn. Maar ja, ik zou er niet van wakker liggen als ik het niet zou krijgen. Om heel eerlijk te zijn. In ieder geval de eerste wordt... Cordoba ziet er wel heel ziek uit trouwens. Cordoba ziet er wel heel ziek uit. Nee, is niet zo ziek. Oh, schotkracht 97. Jeetje. Het is 3-3. En Aitor. Aitor is best een ziek kaartje moet ik zeggen. En Emme. Dat is ook wel leuk, Emme. Nee, we gaan voor Aitor. Die kan ik het makkelijkste linken. Dus ja, nou, het maakt toch eigenlijk allemaal niet uit wat je kiest volgens mij. Want ze gaan toch in de upgrade pack. Dus ja, prima man. Dit is... Oh, Arnold! Arnold is eigenlijk niet verkeerd. Maar ik ga niet... Oh, high-low? Nou, Arnold is wel verkeerd, dus workrate. Maar we gaan dan voor Fernando. Niang. Oh, Niang ziet er ook best wel goed uit. Maar we gaan gewoon voor Fernando. Ik ga ze toch allemaal niet gebruiken. En dan gaan we gewoon voor de high rate. 284, alsjeblieft dan nu. Iets zieks. Nee, oké. Okay. Ik ben genaaid. Dan gaan we voor Cordoba. Oh, jezus. Volgens mij heb ik in lange tijd niet zulke slechte playpicks gehad. Maar volgens mij is het team van de week ook niet heel best. Maar in ieder geval, we gaan snel door naar de pakketjes toe. Dus let's go. Dus dit zijn de pakketjes. Hopelijk pakken we iets chic. Zoals je ziet heb ik een milli op de bank staan. Dan moet ik ook nog mijn verdediging van halen. Dus ik weet niet of we Mbappé kunnen halen. Misschien met een klein gelukje dat we hem kunnen halen. Maar ja, we moeten hier gewoon iets chic pakken, man. Gewoon even een prime moment icon ding. Gewoon eventjes pakken, man. De kans dat je zoiets pakt is echt 0,0001. Maar goed, ja, je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Gewoon prime moment. Het is een borden. Het is een walkout. Duits. Oh, ik wist niet eens dat ik... ja, volgens mij heb ik nog nooit een walkout hieruit gepakt. Dus ik ben helemaal verbaasd eigenlijk. Maar dit is lekker, man. Dit is een goed begin. Dit is een goed begin. Het zal niet heel verbaasd zijn voor de rest. Maar ja, dit is een goed begin, man. Ik mag nog niet klagen. Misschien is dit wel de teken dat we packluck gaan krijgen vandaag. Het teken dat we packluck gaan krijgen vandaag. Door een megapakket, gewoon weer een walkout. Kom maar, borden, walkout. Nee, helemaal niks. Ik dacht, ja, weet je wat? We zaten er lekker in. We gingen er goed in. Ik denk, dit gaat hem ook gewoon worden. Maar dit ging er niet worden. Dit kan ik gewoon quicksellen, want dat is helemaal niks waard. Dan gaan we door naar de 100k packs. We gaan het zo doen. Ik ga 1 100k pack openen. Dan premium 10 van de week pakket. Misschien brengt het extra geluk met zich mee. Ik heb geen idee wat dat waard is, maar we gaan gewoon zien, man. Weer een walkout. Let's go. Suarez? Suarez is ook maar 50k of zo. Cavani. Cavani is 20? 10? 20? Op zich, 80 gereden. Dus dat is nog prima, man. We hebben gewoon 2 walkouts. Oké. Okay. We hebben gewoon 2 walkouts. Wat is die waard? Die 20k, prima. Prima, man.
Ja, 82 doe ik even aan de transfer. Oh, we hebben nog een 83. Kijk eens. Kijk eens, wat een pekkelijk, jongens. Wat een pekkelijk. Kijk, het kan natuurlijk beter, maar dit is al gewoon... Voor mij doen is dit gewoon prima, man. We hebben gewoon 2 walkouts. Dat is gewoon lekker. Doen we even een prima team van de week pakket. Oké. We willen Aubameyang of iets anders lekkers, man. Ik weet niet wat de rest is, maar we willen wat anders lekkers. Het is gewoon weer een walkout. Tuurlijk. Dat is wat we willen zien. Spaans. Ik heb geen idee. Koken. Koken, oké. Okay. Oké, koken. Remy, ben je wat waard? Ah, toch een 20k'tje. Gewoon een 20k'tje. Aitor, je bent sowieso niks waard, denk ik, 10k. Maar op zich, best wel goede stats voor een keeper. Ja, je hebt het Quickshow, dat is wel jammer. Ja, oké, dan gaan we door naar de 100k pack. We gaan ze gewoon snel doorheen, we gaan snel openen. Dit gaat een eikel worden, kom maar. Nee, ik denk het niet, we hebben 2 back-to-back walkout. Dan verwacht ik niet dat dit een walkout wordt, maar... Dat zou maar kunnen. Nee, zie je? Ik ken mijn packluck gewoon. Ik ken mijn packluck. Ik weet als ik 2 walkers achter elkaar krijg, dan gaan we nooit een derde keer krijgen. Dus ik verwacht eigenlijk ook niet dat het in de laatste gaat zitten. Maar we hebben nooit. Blijf er positief in staan. Kan van alles gebeuren. Kan van alles gebeuren, jongens. Ik ga dit gewoon allemaal quicksellen. Dat maakt me ook allemaal helemaal niks uit. Gewoon 10k. Oeh, lekker. Oké, we gaan het gewoon allemaal quicksellen. En de laatste. Come on. Word agressief. Nee, we worden niet agressief. Maar... We willen wel een walkout, alsjeblieft, man. Gewoon Aubameyang of zo. Even wat lekkers. Het is een walkout, let's go! Nee, ik heb weer dezelfde. Doe maar. Oh, dit is nog erger. Dit is nog erger. Maar we hebben wel 4-5 walkouts of zo. Dat is wel goed. Dat is op zich best wel goed. Maar voor de rest, ja. Ze zijn niks waard. Maar het is wel goed. Zakadou? Wat een leuke naam heeft hij. Zakadou. Inka. David. David is ook 10k. En Aitor, ja, die hadden we al. Die was ook quicksell. Maar in ieder geval. Dames en heren. Nogmaals, wat zou jij doen met mijn team? Ik heb geen idee wat ik precies kan maken. Maar ik ga even puzzelen. Maar in ieder geval, wat zou jij doen met mijn team? Van de zak kan sowieso niet. Dus daar komt waarschijnlijk in Formula 89. Nee. Die best wel goede kaart is dat. Dus als je op zoek bent naar een keeper. En hij moet uit BPL zijn. En hij moet Frans zijn. Laurie is de man voor jou. Dus. Wat zal ik doen? Want ik wil Mbappé niet. Oh, wacht. Ik heb ook nog die. Hoe heet het? Die 86. Vergeet hem bijna weer. Iedere keer als ik die 86 moet inleveren. Vergeet ik bijna weer. Dus we moeten Mbappé krijgen uit die 86. Want. Dat moet gewoon. Ik heb nog nooit wat gekregen uit die 86. Reden. Dus. Maar ja. Als ik Mbappé wil, dan moet Dembele weg. Want de reden ervan is... Ja, ik wil ze wel op volle chemistry hebben. Dus, we moeten even kijken. We gaan nu snel die 86 reden inleveren. Ja, als ik dus twijfel, jongens. Ik kan dit inleveren, maar ik denk dat ik dan... Party voor Firmino doe. Dat is wel iets beter. Ga ik het zo inleveren? Ja, Telles die moet dan wel weg. Maar ik denk niet dat het heel erg is, want ik heb Mandy. Fitness Mandy is echt geweldig. Deze man ziet er ook wel echt heel erg goed uit. Maar dan moet Telles wel weg en Pereira moet weg. Dat is wel allebei zonde, maar ja. Ik denk dat ik het gewoon zo... Ja, ik ga gewoon zo doen. Fuck it. We gaan het gewoon doen, man. We gaan het gewoon doen. We moeten niet te lang over nadenken. Big Champions Premium Upgrade. Oké, daar gaan we, jongens. Daar gaat hij. Oh. Ja, daar gaat hij nu. Mbappé, alsjeblieft. Oh, nee, man! Ik dacht, is ook weer aan het scoren. Oh, nee, maar, broer. Oh, mijn god. Dat had ik niet verwacht. Dat had ik echt niet verwacht. Oh. Let's go, man. Nee, maar. Dat had ik niet verwacht. Ik hoop dat MLP krijg ik, nee, maar. Oh, shit. Oh, man, nu weet ik niet meer wat ik moet doen met mijn team. Oh, mijn god. Wat moet ik nu doen met mijn team, houden? Oh. Let's go! Oh, wat moet ik nu doen? Jongens, wat moet ik nu doen? Jullie moeten me helpen met mijn team, man. Jullie moeten me helpen met mijn team. Oh, shit! Wat moet ik nu doen met mijn team? Oh, shit! Oh, hij ziet er zo... Oh, dit is zo ziek dat hij zo... Gewoon rood kaartje neemt, broer. Oh! Oké, wat moet ik nu doen met mijn team, man? Ja, Mbappé, ja. Weg gaan loose. Nee, man.
Oh shit! Ja man, dit is te hoog rijden, denk ik man. Oh, well, ja, dat is sowieso te hoog. Ja, zie je, dit is te hoog rijden man. Wat moet ik nu doen met die? Oh, dat had ik echt niet verwacht man, nee maar. Shit, wat moet ik nu doen ouwe? Dit is echt zo ziek! Dit is echt zo ziek man. Ah, oké, dames en heren, laat me alsjeblieft weten. In de comments, wat ik nu moet doen. Nou, moet op 86 reden uitkomen. 75 reden mag op de bank zitten. Ik mag maar 3 icons gebruiken. En het liefst wil ik blank gebruiken. En Furanen, maar ik weet niet. Alles is te hoog reden nu, man. Oh, wacht. Ik kan wel James misschien neerzetten. Maar ja, James is ook een rechtsbuitenkaartje. Of een RB-kaartje. Maar, oh, wat is dit ziek. Dat had ik echt niet verwacht. Wat is met James? Dat is met James. Dit is ook 87. Ja, nu is hij te hoog rijden, man. Oh, wat ziek. Let's go, man. Let's go. Yes, dames en heren. Laat me alsjeblieft weten wat ik nu moet doen. Hoe ik dit moet instellen. Want ik heb geen idee hoe ik dit moet instellen nu, man. Ik heb een veel te hoog rijden team nu. What the fuck, ouwe. Dit is echt ziek. In ieder geval, dames en heren. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken allemaal. Drop dat lekker blauw duimpje omhoog voor onze nee. En subscribe natuurlijk op de channel. En hopelijk zie ik jou bij de volgende video en help me alsjeblieft met mijn team, man. Ik weet het echt niet meer. In ieder geval, ciao!